dit van mezelf nooit verwacht. Ik had nogthans altijd zeer resoluut mezelf voorgenomen dat ik dit nooit zou doen. Maar ja, de toekomst is onvoorspelbaar en ik ben hier echt niet trots op. Ik ga hier heel veel geld aan verliezen en dit gaat de kosten van mijn eigen gezondheid. Maar wanneer ik het doe, dat is zo, geeft mij een gevoel van euforie. Een gevoel dat ik van niets anders kan krijgen. En dat overstijgt alle negatieve componenten. Ja, iedereen weet hoe dat je eraan verslaafd geraakt, hè. Ja, vriend biedt een sigaretje aan, jij weigert, vriend begint je te onderdrukken, jij blijft weigeren, vriend begint te dreigen met je moeder te neuken, jij pikt dat niet, jij pakt dat sigaretje, ja. Zo komt de bal aan het rollen natuurlijk, hè. Ik zeg het met pijn in mijn hart, maar ik ben verslaafd. Ah, vindt het? What the fuck? Ja, nee, roken zit er bij mij nooit fucking in. Ik heb daar echt zo'n angst voor en een afkeer voor of zo. Ik haat de geur van roken. Ik vind de gedachte vies. Wat dat in uw lichaam doet met uw lichaam. Ik doe dat zelfs niet voor de sfeer. Ik weet zelfs niet eens hoe dat moet en dat beangstigt mij al genoeg om dat gewoon niet te doen. Dus nee, dat was een van je raskalaar. Hey, wat is dit? Pops. Nee, pap. Oh, die filmpje wel, come on. Ik kwam dus voor het laatst terug op de geweldige gedachte om Vinted te downloaden. En ik ben er helemaal mee in de ban geraakt. Elke keer als ik zoiets heb gekocht, dan neem ik mezelf altijd zo voor van kijk, je gaat die app nu even een maand niet aanraken of zoiets. En dan mocht je weer purchases doen en zo, en weet ik veel waar. Elke keer nadat ik heb gewerkt, zit ik daar gewoon weer op en dan faal ik gewoon weer al. En dan koop ik weer al iets. Ja, ik bedoel, wat ik koop is ook niet echt zo om van te springen of zo. Bijvoorbeeld, gisteren heb ik 2 knolpower pulls gekocht. Ik wil altijd al eens een fucking knolpower merch. De beste aankoop die ik ooit in mijn leven heb gedaan, zijn deze 2 knakkers. Het zijn, oh fuck, het zijn schoenen, maar niet gewone schoenen. Het zijn... Freedom is a wheel in your soul. It's Heelys, and it's all about fun. Heelys. Ik ben echt zo blij met deze exclusieve patta's. Want niemand heeft die shit nu nog. Ik bedoel, dat was een hype in 2009 of zo, had ik gezien. We zijn dus nu 13 jaar verder. Niemand draagt die shit, of amper iemand draagt die shit nog. Ik ben er 100% zeker van dat ik de enige ben in heel de school dat die schoenen nog heeft. Dus ik ben fucking exclusief en dat is natuurlijk mijn doel om er altijd zoveel mogelijk uit te springen. Ik heb ook deze Valentine's t-shirt van Acer er nog eens gekocht, want die zijn ook steeds meer exclusiever aan het worden. Het positieve is wel ook nu dat ik niet meer groei. Dus alle kleren die ik nu koop, die kan ik eigenlijk voor de rest van mijn leven dragen. Dus verwacht maar een opa met een knolpower trui. Wat er nog de laatste tijd in mij bezig gaat, is dat er rustig even een wereldoorlog uitgebarsten is. Kijk, die gedachte laat mij echt niet los dat ik gewoon op een bepaald moment, wie weet, gewoon fucking dienstplicht moet gaan doen en mee moet vechten aan het front. Dat is echt niet om te lachen, hè, what the fuck. Dat is echt niet eens zo onrealistisch, hè. Het NAVO-hoofdkwartier ligt gewoon in Wallonië, in Henegouwen, in België. Dat is zo een van de oorzaken waarom dat er überhaupt een oorlog is. Hè, omdat Oekraïne natuurlijk bij de NAVO wil gaan. En ja, Rusland wil dat natuurlijk niet, want de NAVO, dat is... Dat is de vijand van Rusland. En die Rusland accepteert dan natuurlijk niet dat een van zijn nauwste buurlanden, die ooit zelfs bij de Sovjet-Unie heeft gezeten, even bij de NAVO gaat. En als die situatie zo hard escaleert,
dan kunnen ze gewoon fucking burgers van 18 tot 60 jaar of zo gewoon oproepen om mee te gaan vechten. Ik heb nog niet eens seks. Echt wel respect voor de mensen die het nu al moeten doen. De 300 soldaten die wel al naar Oekraïne zijn om daar op de vuist te gaan. Ah nee, die zijn niet naar Oekraïne, die zijn naar die zijn naar Roemenië, daar aan de grenzen, want Roemenië zit wel in de NAVO. Op dit moment mag geen enkel land die in de NAVO zit eigenlijk iets doen, want er is nog eigenlijk geen enkele regel gebroken. De NAVO mag alleen maar landen helpen die in de NAVO zitten. En Oekraïne zit daar nog niet in, dus eigenlijk kan de NAVO tot nu toe niks doen. En ik snap ook echt totaal niet waarom dat de Verenigde Naties daar niks heeft gedaan. Een organisatie die opgericht is om te voorkomen dat er nog wereldoorlogen kunnen gebeuren. Hoezo? Dat is daar precies nooit langs gegaan of zo. Dat was plots. Die heeft zich daar niks van aangetrokken. Ja, en voor de funny hadden ik en een vriend dan onszelf beloofd dat we Russisch zouden leren voor het geval dat echt zou escaleren. Wat blijkt, die mannen hebben zelfs niet eens een fucking werkwoord zijn in de tegenwoordige tijd, als ook lidwoorden. Een zin die bij ons hier in het Nederlands uit 4 woorden bestaat, bestaat in het Russisch maar uit 2 woorden. Als je zegt dat is het huis, dan zeggen die dat huis. Ik weet echt niet hoe dat dit ooit is ontstaan. Hè. Ik heb Pyjama Sam gespeeld. Zo, ik ging naar dat huisje dat zo in dat pretpark staat. Zo in die ene Pyjama Sam waar dat je zo voedsel moet bevrijden of zo. Daar staat dus een zo'n fotohokje. Ik ging daar eens voor de leuten in. Ik druk per ongeluk op kopieer. Er wordt niets afgedrukt. Oké, fijn, ik ga weg, ik speel mijn spel uit. 2 dagen later vind ik dit gewoon op mijn bureau. Dit was zo wat de status update van hoe dat met mij gaat. Laat zeker weten hoe dat met jullie gaat in de comments. Ik verwacht een paper van minstens 15 alinea's in de comments over hoe dat uw dagelijks leven gaat. Ik hoop dat jullie ongelooflijk genoten hebben wederom van een nieuwe video van mij. Ik hoop dat jullie gaan liken, gaan jabonneren in de What you say? En delen op porn. Holy shit! Did you just come in your sister? You gotta be fucking kidding.